Welkom bij Kids Vlogs. Vandaag zijn we bij Kindercentrum Viola. En Viola is een opvang met een flexibele opvang. Nou, wat is nou een flexibele opvang? Dat gaan we vragen. Hoe ziet een dag bij Viola eruit? Nou, als kinderen om 6:30 werden gebracht, dan bieden wij ze hier een ontbijt aan. Dus dan mogen de ouders de wensen van hun kinderen aan ons doorgeven en daarmee gaan wij dan mee. 'S Morgens en daarna gaan ze met de rest van ons dagritme mee, zeg maar. Sommige kinderen gaan naar bed al heel vroeg, omdat ze natuurlijk al heel vroeg worden gebracht. Als ze 6:30 start, is het natuurlijk wel vroeg, dus die gaan dan lekker naar bed. En dan vanaf 7:30 begint eigenlijk de gewone dag voor de standaard kinderen die gebracht worden. En hoeveel groepen hebben jullie? 3 groepen. Ja, het is een peutergroep, een babygroep en een dreumesgroep. Drinken, drinken, wij gaan lekker drinken, dikkie dakkie do. Daar worden we groot en sterk van, sterk van, sterk van. Daar worden we groot en sterk van, dikkie dakkie do. Tip top top, melk maar lekker op. Vooral in de avonturen, als ze hier slapen, dan gaan ze natuurlijk op tijd naar bed. Ze krijgen een warme maaltijd aangeboden. En ook tandjes poetsen. Ze gaan ook in bad. Als ouders aangeven, ze mogen in bad. Dan worden ze lekker gewassen. En dan gaan ze naar bed. Een boekje inderdaad voorlezen of een liedje zingen. Of nog even spelen. Het ligt een beetje aan hoe oud het kindje is. En dan komt vader en moeder ze weer ophalen. En eigenlijk gaat het gewoon heel erg goed. Eten. Zullen we eerst even zingen als we gaan eten? Ja. Wij gaan lekker eten, wij gaan lekker eten, dikkie dakkie do. Daar worden we grote sterk van, sterk van, sterk van. Daar worden we grote sterk van, dikkie dakkie do. Tip tap top, eet maar lekker op, eet smakelijk. Kil, is het zo lekker? Ja, die mag je wel. Lekker? Nee? Eet me op. Mimi? Jij vindt hem wel lekker, toch? Ja. Zo. Geef je pyjama aan. Je bent lekker in bad geweest, hè? Neem je pyjama aan. Zo. Dat is één hand. Andere hand. Ga nu maar op de grond zitten. Dan lees ik nog wat voor, zei de juf. Hoi, hoi, riep iedereen. Want dat was spannend, hoor. Net toen het uit was, ging de bel. Ze gingen weer naar huis. Juf zwaaide. En riep, doe de groeten thuis. Nou, zoals je hebt kunnen zien is Kindercentrum Viola dus een superleuke opvang. Waar kinderen 7 dagen in de week van 7:30 's ochtends tot 12:30 's avonds kunnen worden opgevangen. Heb je na het zien van deze vlog nou nog meer vragen of wil je meer weten over het Kindercentrum Viola? Dan kan je mailen naar viola@comkids.nl of je kan een reactie plaatsen onder deze vlog. Tot de volgende keer!